Voorumbunde Nederland werd in 2015 gelanceerd en kent ondertussen dagelijks duizenden enthousiaste gebruikers. Vanaf 31 oktober 2018 is Boerenbunder ook beschikbaar in Vlaanderen. Met Boerenbunder kun je in één oogopslag alle eigenschappen van ruim 500.000 landbouwpercelen in Vlaanderen bekijken. Boerenbunder is vooral geschikt voor boeren, loonwerkers, makelaars, overheden, rentmeesters en onderzoekers. Boerenbunder heeft een gratis publieke versie, maar voor €150 per jaar kunt u met de pro-versie nog veel meer zien. In deze video ga ik u vooral uitleggen hoe de pro-versie in zijn werk gaat. Op de kaart ziet u in het blauw de Vlaamse landbouwpercelen. Na het klikken op het perceel verschijnt er aan de linkerkant extra informatie over het perceel. U ziet bovenaan ten eerste het gewas en de oppervlakte van het gewasperceel. Vervolgens ziet u de teelthistoriek van 2008 tot 2018. In 2018 stonden er aardappelen en in 2009 stond er silomais. Als u op het icoontje klikt, dan ziet u ook dat er in dat jaar tevens 28% voederbiet op het perceel hebben gestaan. En op de kaart ziet u dan waar de voederbieten stonden. Bij de grondsoort kunt u zien dat het merendeel bestaat uit zandleem met een klein stukje overig. Door op het i'tje te klikken kunt u de oorspronkelijke bron zien van de datalaag. Onder Kadaster kunt u de eigendomsverhouding van het perceel gemakkelijk analyseren. In dit geval zijn er 5 verschillende percelen bij betrokken. Onder Groei kunt u op basis van satellietbeelden in een grafiek op een gemakkelijke manier de groei van een gewasperceel monitoren. Hoe hoger de score, des te meer groenmassa. We noemen dat de NDVI-score. Elk geel bolletje is een satellietbeeld en door erop te klikken krijgt u op de kaart verschillende satellietbeelden te zien. Ten slotte heeft u onder Hoogte ook nog de mogelijkheid om de hoogtecontouren van het gewasperceel nauwkeurig te analyseren. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn indien u wilt begrijpen waarom het gewas op bepaalde plekken minder goed wil groeien. Met de knopjes 2001 en 2014 kunt u ook nog eens 2 situaties met elkaar vergelijken. Met een pro-account heeft u ook de mogelijkheid om de data in zijn geheel op de kaart te kunnen zien. Ik laat u hier een voorbeeld zien van de grondsoortenkaart. In totaal zijn er momenteel 8 van dergelijke lagen. Met de Pro-versie beschikt u ook over een filteroptie waarmee u op een gemakkelijke manier allerlei interessante analyses kunt maken. Welke percelen hebben in Vlaanderen bijvoorbeeld 3 jaar achter elkaar mais gehad? U klikt mais aan bij de 3 afgelopen jaren en voilà, dat blijken dan 54.107 percelen te zijn. Door een extra selectie op de grootste oppervlakte kunt u ook nog eens zien dat het grootste perceel daarvan met 29,83 bunder in Maaseik, Limburg, te vinden is. Boerenbunder is zo gemaakt dat u het ook makkelijk kunt gebruiken op uw mobiel. Er bestaat geen aparte app, maar als u op uw mobiel via uw browser naar www.boerenbunder.be gaat, dan zult u zien dat het ook daar makkelijk en handig werkt. Let er wel op dat u altijd een internetverbinding moet hebben om de data goed te kunnen inzien. Wat ik zelf heel handig vind, is dat ik via Boerenbunder ook heel makkelijk informatie kan delen met mijn collega's. Elk perceel heeft namelijk een unieke URL. Door te klikken op het delen-icoon kunt u zelf kiezen via welk kanaal u de informatie wilt delen. Indien u nog vragen heeft, dan kunt u ons benaderen via de contactgegevens onder deze video. Veel plezier met het gebruik van Boerenbunder!